Leo, Gio van Angelo. Ja, je moet weer aan de bak. Je gaat naar Spanje. Goedemorgen Henk. Ja, dat klopt. Ja, weer als zeg maar de PR-man van zaalvoetbalvereniging Hoge Cubo uit Horen. Eind november, 28 november om precies te zijn. Toen speelde Hoge Cubo in Noorwegen tegen Utlera Futsal. Het werd een eclatante 11-0 overwinning voor de ploeg van Sander van Dijk. En daardoor schaarden ze zich bij de laatste 32. Nou, 9 december jongsleden werd er in Nyon in Zwitserland geloot. Welke de volgende tegenstander zou zijn voor Hoge Cubo. Ja, en dat werd Inter Movistar FS. FS staat voor Voetbal Sala. Nou ja, op zijn Spaanse zaalvoetbal. Een Spaanse grootmacht grossiert altijd in nationale en internationale prijzen. Want uit mijn hoofd hebben ze geloof ik al 7 keer de Champions League voor het zaalvoetbal gewonnen. Dus ja, dat is een tegenstander. Een katje die je niet zonder handschoenen moet aanpakken. Nou heeft Hoge Cubo in 2014 destijds in Slovenië ook tegen deze ploeg gespeeld. Toen hadden ze sterspeler Ricardinho in hun gelederen. Die is nu niet meer bij Inter Movistar van de partij. Toen werd het slechts 5-0 voor Inter Movistar. Dus dat biedt perspectief, zeker in het licht gezien, dat de huidige selectie van Hoge Cubo toch kwalitatief beter is als 6,5 jaar geleden. Dus ja, zeg nooit nooit. Dan moeten we wel eerlijk zijn. Het is natuurlijk een full-prof organisatie. Die jongens die trainen gewoon 7 tot 8 keer per week. Dus dat is gigantisch ten opzichte van de nu 3 keer van Hoge Cubo. Normaal is dat 2 keer. Maar ja, dit is toch een speciaaltje. Dus er moest er flink getraind worden. Gelukkig waren die mogelijkheden waren er ook. Want Hoge Cubo valt natuurlijk onder de zogenaamde topsportregeling. En dat betekent dat je wat extra mogelijkheden hebt, mits je aan een aantal voorwaarden voldoet. En dat betekende onder andere dat er ook minimaal 2 keer per week getest werd op het coronavirus. Zo ook deze verslaggever, die mocht de sporthal niet in om de training te bezoeken, alvorens een sneltest gehad te hebben. Dus ik heb ook al heel wat keren van die satéprikkers in mijn neus gehad. Het is geen lekker gevoel. Nee, het is geen lekker gevoel, maar het hoort er nu eenmaal bij. En ja, ik vermoed dat we daar de komende tijd nog wel mee te maken blijven houden. Want ja, nu hoor je dat hele gedoe weer omtrent die Britse variant. Dus ja, voorzichtigheid moeten we in acht blijven nemen. En ja, het betekent als wij, we gaan om 1:30 vanmiddag, vrijdagmiddag de lucht in. Naar het vliegveld van Madrid en daarna spoorslags naar het hotel. Ja, het betekent dat we weer in een zogenaamde bubbel terechtkomen. Oftewel, we kunnen nergens heen. We zitten als het ware een beetje opgesloten. Jullie moeten op je kamer blijven, hè? Sorry, wat zeg jij? Jullie moeten op je kamer blijven. Nou, we hoeven niet specifiek op de kamer te blijven. Er zal wel weer een gemeenschappelijke ruimte zijn waar we mogen vertoeven. En ja, buiten het hotel mag je geloof ik een heel klein stukje buiten lopen om een frisse neus te halen, maar niet te ver. Maar ja, je bent wel afgeschermd en afgezonderd van anderen. Het heeft 1 klein voordeel, of 2 kleine voordelen, dat heb ik in Noorwegen ook gezien. Het is ontzettend goed voor het groepsgevoel, want die jongens ja, die gaan toch wat meer met elkaar om. Gegarandeerd dat een van de boys wel weer de PlayStation mee hebben, dus dat wordt weer feest. Tweede voordeel is dat wij bij terugkomst in Nederland, wij vliegen zondag eind van de dag, vliegen weer terug naar Nederland, hoeven wij niet in quarantaine, omdat wij dus in dat speciale protocol hebben gezeten. Dat is allemaal weer een voordeel. Ja, nog even over de trainer, Sander van Dijk. Ja. Hoe ziet hij de wedstrijd? Ja, hij is behoorlijk ontspannen. En ik ken Sander, nou, wat zal het zijn, 20, 25 jaar. Ik heb hem letterlijk als zaalvoetballer destijds zien opgroeien. Hij is redelijk ontspannen, hij is wel realistisch. Hij zegt ook... Ja, als je 100 keer tegen Inter Movistar speelt, dan zul je 99 keer verliezen. Hij zegt, maar ja, als zij een keer een wat mindere dag hebben en wij hebben een hele goede dag, dan zou het zomaar kunnen dat we een goed resultaat gaan halen. En dat zou dan betekenen, bij winst, dat ze bij de laatste 16 zijn. En dan wordt het echt heel interessant. Alleen ja, dan krijg je eigenlijk alleen maar full-prof organisaties op je pad. Maar we gaan het zien, zaterdagmiddag, 12 uur exact. In Madrid, dan is de wedstrijd tussen Inter Movistar FS en Hoge Cubo. Ja, uiteraard zijn er heel veel fans in Nederland die graag die wedstrijd willen bekijken. Nou, die mogelijkheid is er weer. Via de website hovocubo.nl kun je een zogenaamd ticket kopen.
om de wedstrijd te bekijken. Je steunt daarmee ook de club, want ja, laten we eerlijk zijn, met deze coronatoestanden zijn er hoegenaamd geen inkomsten meer voor sportverenigingen en dus ook vooral voor Kubo. En dus door middel van een pay-per-view, betalen per kijken, kun je alsnog deelgenoot zijn van, denk ik, nu al een historische wedstrijd. Ja, dan nog even wat anders wat zaalvoetbal betreft, of voetbal. Wat is namelijk het verschil? Zaalvoetbal, voetbal? Nou, het is hetzelfde. Het is een internationale naam, hè. Ja. Voetbal, zaalvoetbal, ja, het is uit het Spaans, hebben we uit het niet vergis. En wanneer ja, krijgen we belangrijk, want ja, weet je, die jongens die snakken natuurlijk om wedstrijden te spelen. Want laten we eerlijk zijn, die competitie die ligt natuurlijk al maanden stil. De Eredivisie dit seizoen is wel gestart, maar alle clubs hebben slechts 4 wedstrijden kunnen spelen. Over Kubo ook heeft ze overigens alle 4 in winst weten om te zetten. En daarna was het sloes. Nou, heeft de ploeg van Sander van Dijk wel enorm hard en goed getraind. En gelukkig dat de selectie redelijk breed is, dus ze kunnen ook tegen elkaar voetballen. En er is onlangs een besloten oefensessie geweest met het Nederlands zaalvoetbalteam in Zeist. Dus ja, er is wel enigszins wat wedstrijd in de benen. Maar ja, Inter Movistar is natuurlijk gewoon volop in competitie in Spanje binnen de gestelde regels. Dus die hebben qua wedstrijdritme natuurlijk een heel groot voordeel ten opzichte van Halve Kubo. En wanneer gaan we Nederland nou eens professionaliseren? Ja, dat ben ik helemaal met je eens, Henk. Als je gaat kijken naar bijvoorbeeld de Duitse competitie, daar zeggen ze gewoon van op het moment dat ploegen in de hoogste afdeling terechtkomen van het zaalvoetbal, de zaalvoetbal Bundesliga moet je maar zeggen, dan zal de Duitse bond zal die club ook met een aanzienlijk bedrag helpen. Allemaal ten behoeve van het professionaliseren. Ja, en dat zou je eigenlijk in Nederland ook moeten hebben. Dat de KNVB op een gegeven moment zegt dat als jij in de hoogste afdeling speelt, in de Nationale Eredivisie, dan zou de KNVB eigenlijk ook gewoon met geld over de brug moeten komen. Waardoor er dus gewoon meer trainingsarbeid verricht kan worden en allerlei andere faciliteiten geregeld kunnen worden, zodat je echt topsport kunt bedrijven. En laten we wel zijn, het Europese kampioenschap wordt in Nederland gehouden in 2022... Dat is nog maar 1,5 jaar weg. Dus ja, er moeten echt wel stappen gezet worden. Ja, Leo, ik wens je heel veel succes aankomend dit weekend. Dankjewel, ik heb mijn koffie gepakt. En winnen. Ja, we gaan ervoor, Henk. Dus ja, nogmaals, ook de kijkers van West-Friesland Nieuws natuurlijk. Ja, ga naar de website van Halve Kubo, halvekubo.nl. Koop je ticket, steun daarmee de club. En geniet van een spetterende wedstrijd, welke ik overigens weer van commentaar mag voorzien.